Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 29 oktober 2015. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag in de uitzending een experiment met simultaan data en spraak. Dat zal zijn gewoon ergens tijdens de lopende uitzending. Je hoort dan onder de spraak wat pieptoontjes riedelen. Hopelijk zijn die bij het gesproken woord niet al te irritant. En tegelijk met de spraak kun je dan met FL Digi de tekst die onder de spraak zit meeschrijven. De gebruikte modus onder de gesproken tekst is, let op, Domino EX4. Domino EX4 en de frequentie daarvan is 475 Hz. 475 Hz. Deze data begint dus inderdaad gewoon ergens tijdens de gesproken tekst van de uitzending. Daarnaast hebben we aan het eind van de uitzending ook een kort stukje data in 8 PSK 1000 opnieuw, maar dit keer met 1750 Hz als centrale frequentie, om te kijken of het bij die frequentie ook goed gaat, of misschien beter. 8 PSK 1000 dus, met 1750 Hz als centrale frequentie. Goed nieuws voor Tetra-gebruikers. Waar in Nederland de oude politieapparatuur doorgaans vernietigd wordt, vervangt het Britse C2000 binnenkort al zijn telecommunicatieapparatuur. De Engelse hulpverleningscommunicatie is nu uitbesteed aan een bedrijf dat Airwave heet. De Britten schakelen over van Tetra naar 4G, nu het waarschijnlijk is dat het bedrijf EE de aanbesteding heeft gewonnen. Airwave kostte de Britse overheid 450 miljoen pond per jaar. EE zal rond de 1,2 miljard per jaar opstrijken voor een veel uitgebreider pakket aan diensten. Een en ander betekent dat de komende tijd wellicht tienduizenden Tetra-apparaten op de Engelse surplusmarkt zullen verschijnen. Op 2 november, waar ken ik die datum toch van, begint de WRC 15. Vroeger heette die conferentie WARC en in 1979 hadden we aan zo'n conferentie dus de WARC-banden te danken. De conferentie die iedere 3 tot 4 jaar wordt gehouden is dé plek waar amateurs doorgaans internationaal hun belangen verdedigen en de amateurs lijken goed vertegenwoordigd te zijn dit jaar. Althans, dat schrijft de website van de ERRL. Op de WRC die dit jaar in Genève plaatsvindt, worden de regels voor het radioverkeer voor alle etengebruik bekeken en indien nodig aangepast. Dit is geregeld in de zogenaamde Radio Regulations, een internationaal verdrag waaraan landen zich committeren om internationale problemen bij frequentiegebruik te voorkomen. Op de WRC worden veel zaken besproken. De meeste hebben niets met onze hobby te maken. Het belangrijkste agendapunt voor de amateurs is echter de vaststelling van een nieuwe amateurband van 5250 tot 5450 kHz. De 60 meter band dus, die in meerdere landen inmiddels op een of andere manier voor amateurs beschikbaar is. Maar nu wel vaak allemaal op verschillende frequenties. Er zijn voor 60 meter verschillende landen die nu nog om moeten. Overheden van belangrijke landen als Canada, Rusland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten vinden meerdere honderden kilohertz voor de amateurs eigenlijk te veel. Rusland en enkele landen daaromheen willen dat er niets verandert. Canada wil 225 kilohertz grote blokken toewijzen, maar verschillende landen, waaronder de VS, zien een allocatie voor de amateurs dus niet zitten. Dat is opmerkelijk, want in de VS hebben de amateurs momenteel toegang tot meerdere kleine frequentiegebiedjes in die band. Verder wil Cuba één bandje van 27 kHz voor de amateurs. Als reden voor de oppositie noemen de tegenstanders de uniek gunstige propagatie rond 5 MHz, waar zowel korte als middellange afstand gedurende een groot deel van het etmaal mogelijk is. Verder is het onderste deel van de door de amateurorganisaties nu voorgestelde allocatie, namelijk 5250 tot 5275 kHz, momenteel nog in gebruik bij de commerciële luchtvaart en bij radiolocatie. Andere voorstellen die amateurs zouden kunnen raken is de wens om 3400 tot 3500 MHz toe te wijzen voor mobiel gebruik. Dat zou de 9 cm band raken, de band die nu al in Engeland geveild wordt. Verder is er de wens om een vaste satellietdienst met 250 MHz aan spectrum tussen 10 en 17 GHz te bewerkstelligen, wat onze 3 cm band zou kunnen raken, hoewel er nooit over is gesproken dat dat werkelijk de bedoeling zou zijn. Iets vergelijkbaars zou voor de 24 GHz band aan de hand zijn. Ook een plan voor een allocatie voor aardonderzoekssatellieten zou eventueel onze 3 cm band kunnen raken. Verder is nog een plan voor voertuigradar tussen 77,5 en 78 GHz, ook een amateurband. Maar onderzoek door de ERRL toonde eerder al aan dat beide diensten, voertuigradar en amateurs, elkaar vermoedelijk zo goed als niet zouden storen. Amateurs mogen zich bij de conferentie ook presenteren. Zo is er een demonstratie met Hotel Bravo 9, Alpha Quebec Sierra, de internationaal coördinator voor noodcommunicatie van de IARU, met een mobiele display van apparatuur voor spraak, tekst en beeldmodus. Oscar, Romeo,
Sierra. Tango. Whisky. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.